Hallo lieve steenbokken, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 24, 12 tot en met 18 juni. Het is een algemene reading, haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Het hoofdthema voor de steenbok. Ja, het voelt alsof er een storm op je af is gekomen. Je het even niet meer weet, je vastloopt. Niet meer weet of je de goede richting op gaat. Dat je even te veel wordt. En soms vergeten we dat we soms stormen nodig hebben om daarna weer positiviteit te hervinden. Maar ook om bepaalde zaken los te kunnen koppelen. En dit klinkt misschien heel gek. Maar van iedere storm die je tegenkomt, daar leer je weer van. Of we het nou willen of niet. Nou, lieve steenbok, we gaan eens even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de steenbok deze week verwachten? Deze week staat wel in het teken van durf je over te geven. Durf erin te vertrouwen dat het beste voor je naar voren komt. Laat je er nu maar even in meeslepen. Laat alles maar gebeuren. Want het komt wel goed. Op het moment dat het even zwaar wordt, geef jezelf dan even rust. Geef jezelf de liefde die je nodig hebt of de steun die je nodig hebt. En focus je dan vooral op affirmaties. Nu zie je dingen misschien nog even niet helder, maar dat komt wel weer. Er komen keuzes op je pad die niet al te makkelijk zullen zijn. Maar die er wel voor zorgen dat er weer maskers gaan afvallen. Maar ook dat je echt tot jezelf gaat komen. Meer in je kracht. En echt vanuit jou bekeken. We gaan even kijken naar een mooie affirmatie voor jou. Zelfs wanneer dingen niet perfect lopen, of als alles lijkt mis te gaan, kies ik ervoor om vertrouwen te hebben in het leven. Dus deze kan heel goed van pas zijn voor deze week. Ik hoop in ieder geval dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Ook WhatsApp readingen doe ik. Wil jij liever een workshop volgen? Er staan er 2 voor deze week gepland. De 16e namelijk de bijenwas en de 17e de biosensor. En alsof dat nog niet genoeg is, staat ook de 27e nog een mediumschapsworkshop gepland. Dus vind je het leuk, geef je snel op of neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Heel erg bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.